Erome saroya saroya. En dat is de kracht van vandaag, 9 augustus, een nationale dag waarbij twee bevolkingsgroepen hun dag vieren, maar wij vieren met hun. Als Surinamers, alle bevolkingsgroepen en alle culturele groepen en alle religieuze groepen vieren met hun vandaag. Kijkt u maar om u heen. Dit is Nabrom Tjidjari. Dit is wat we nodig hebben in Suriname. Samen vieren en elkaar ondersteunen. Maar wij vinden als een nationale dag dat wij niet hoeven te bedelen bij de overheid. Dat wij misschien een envelop zouden kunnen krijgen. Zeg van, dit is voor jullie. Doen jullie wat jullie ermee kunnen. We willen onze ontwikkeling zelf in de hand nemen. Maar wij willen een push hebben. Dat wij niet hoeven te bedelen. Toch? Als inheemse, we hebben nooit gebedeld. En kijk waar we wonen. Alles wordt vernietigd. Wij vragen ook hier. Ik sta tegenover u. Om onze bossen. Onze gemeenschappen te helpen. En ik ben gegaan naar Witsanti. Waar ik uitgenodigd was door de lokale gemeenschap. De voorzitter van het dorpsbestuur. En vandaar heb ik ook vernomen. Wat ze verlangen. Vanuit de regering. Maar wat ze ook zelf bereid zijn te doen. En dat na Pis Rokosami Lobby. We moeten samen doen. En we gaan die projecten identificeren. En we gaan het samen uitvoeren. En ik was op Apura. En daar zijn we samen met de lokale gemeenschap gaan kijken wat de noden zijn. En we hebben de eerste bakkerij daar opgezet. Waarbij de lokale gemeenschap zelf brood gaat bakken. En de prijs zal heel laag zijn. Maar het systeem zal zijn dat we geen bloem zullen gebruiken van tarwe wat geïmporteerd zal worden. En dat is de opdracht die gegeven is. Dat de lokale gemeenschap cassave gaat planten. Wij gaan alles opkopen. We gaan cassave meel maken. En met cassave meel en tarwe en blong. We maken sweet bredegi alle de lokale gemeenschap. Waardoor je ook economische ontwikkeling daar krijgt. Maar ze gaan ook zoveel andere broodproducten daar bakken en maken. Wat ze kunnen exporteren naar Guyana. We hebben ook gekeken wat hun middelen van bestaan zijn. En dat is onder andere namelijk visvangst en wild vlees. Maar als je vis gevangen hebt en je hebt wild geschoten, dan moet je dat aan de man kunnen brengen. En moet je kunnen verkopen in een gezonde staat. En daarvoor moet je dan die faciliteiten hebben. En over 2 maanden ga ik weer naar Apura. Dan ga ik openen de eerste grote ijsfabriek daar op Apura. Zodat iedereen hun vlees en hun vleesproducten daar goed kunnen bewaren. En verder kunnen transporteren met ijs richting Paramaribo of Nikere of andere districten. Om het te kunnen verkopen. We gaan vanaf eerste kwartaal volgend jaar starten met de weg Nieuw-Nikeri-Apura. Zodat het een korte afstand zal zijn. De producten kunnen makkelijker daar komen. En de prijzen zullen ook lager gaan. En toerisme gaat bloeien. Want een korte afstand, economische bedrijvigheid gaat komen. Loibradagasisa, dat is wat we doen. En dit model gaan we hanteren in die verschillende dorpen. Door samen met de lokale gemeenschap die ontwikkeling te brengen. Wij erkennen dat wij ook met de klimaatverandering te maken hebben. Vanwege menselijke handelingen komt dit ook steeds dichter naar ons toe. Vandaar dat wij de bescherming vragen van onze Amazonebos. Wij vragen bescherming
en respect voor door ons beschermde gebieden. Zonder bescherming zullen de verwoestende zonnestralen en branden, de genadeloze tropische winden, stormen en overstromingen ons zonder barmhartigheid een kopje kleiner maken. Als land zijn we bijzonder blij en trots dat we een carbon-negatief land zijn. Dat we een land zijn met meer dan 93% bos op ons oppervlak. Maar dankzij de inheemsen hebben ze dit onderhouden. En dankzij hun bijdrage kunnen we vandaag zeggen ja, dat wij de zuurstofleverancier zijn van de wereld. Maar natuurlijk zijn wij bezig als regering. Wat lobby Bradang Assisa, onze inheemse broeders en zusters? Wat krijgen we daarvoor terug? Wat krijgen we daarvoor terug? Wat krijgen de inheemse broeders en zusters terug? Voor het beleid wat ze afgelopen jaren gevoerd hebben. En we zijn in onderhandeling. En ook de secretaris-generaal van de VN heeft gezegd, ze gaan ons ondersteunen, technische bijstand geven, dat we geld kunnen genereren uit onze carbon credit. Dat we geld gaan genereren om ons bos duurzaam te onderhouden. En de lokale gemeenschap gaat daarvan ook profiteren. Grondrechten zijn mensenrechten. Dat is onze motto. Wij willen niet dat anderen voor ons bepalen. Wij willen zelf met u samen zitten als inheemse. Om over onze grondrechten te praten. Omdat wij dat hebben geïnitieerd. Wij weten wat ons wil. Wij weten waarom we dat hebben ingesteld. Wij weten ook waarom we inheemse dag hebben ingesteld. Het is niet zomaar. En voor wat betreft het vraagstuk van grondrechten. De regering heeft de wet al goedgekeurd enkele maanden geleden. De regering heeft die wet al gestuurd naar het parlement. En het parlement heeft een commissie van rapporteurs reeds ingesteld. En we hebben vorige week als coalitie top gesproken over de behandeling van deze wet. En daar is opdracht gegeven dat die wet met hoogste prioriteit behandeld zal moeten worden. En als het niet deze maand is, zal het zeker de komende maand zijn dat we zullen starten met de behandeling, met de openbare behandeling. Dus nogmaals, het staat op onze agenda. En wij moeten datgene geven als land aan de inheemse waarop ze aanspraak maken. En datgene geven aan onze Maron broeders en zusters waarop ze aanspraak maken. I know.